Dit is een mededeling over mijn Discord-server. Zoals velen van jullie weten, krijg jij dit te zien wanneer je mijn Discord-server joint. Hier heb je een welkomstberichtje, wat regeltjes en wat er kan gebeuren wanneer je een regel overtreedt. Nu wil ik het met jullie gaan hebben over de laatste regel die ik nog niet zo lang geleden heb toegevoegd. En dat gaat over het feit dat ik heel vaak spam-telefoontjes kreeg. Of dat mensen mij Discord in feite sturen of wat de heck er ook maar gewoon naar me werd gestuurd. Heel vaak waren dit irritante berichtjes waar ik helemaal niks mee kon en heeft het ook al vaak geleden tot een ban. En vanaf nu ga ik je ook gewoon bannen wanneer je me ook maar één keer belt of één keer een Discord invite stuurt of één keer een of andere video stuurt, want dat is gewoon niet de bedoeling van dat systeem. De bedoeling van dat systeem, en dat is ook vanaf nu gewoon af aan, als jij naar mij een berichtje stuurt, probeer het een leuk berichtje te maken. Maak er iets serieus van of zo, of zeg gewoon van, yo Melvin, leuke video's, keep it up, zodat ik ook erop kan reageren. Ja, jullie kunnen met mij gewoon nu één op één gesprekken aangaan op Discord. Ik hoop dat jullie dat leuk lijkt. Stuur dus een berichtje naar mij wanneer je er zin in hebt. Ik zal erop reageren. En dan nu, na dit hele leuke nieuwtje, gaan we eindelijk beginnen met Discord Donderdag. Ja, ik ben altijd Melvin, de beste in zijn eigen soort. Kijk je dit filmpje, dan doe snel mijn Discord. Discord Donderdag heet deze video waarin ik reageer op jullie. Sowieso. Klik op de invite hier beneden en stuur het in net zoals anderen deden. Misschien reageer ik er dan wel op en nacht. Dit is gewoon een nieuwe Discord Donderdag. Yo, Melvin! En welkom terug bij de leukste serie van het hele universum. Discord Donderdag. Jullie zijn hier weer allemaal op de juiste plek, op de juiste tijd. En wij gaan gewoon weer genieten van video's die jullie hebben ingezonden op mijn Discord kanaal. Zo simpel is het. Geen stomme memerij show. Nee, nog steeds lekker oud vertrouwd. Leuke YouTube filmpjes, hoop ik. Kijken. Alleen voordat ik naar al deze video ga, moet ik nog wel één dingetje doen. Zo. Ik word nu al vrolijk van deze vrouw. Oh mijn god. Ik zei dat ik vrolijk van die vrouw werd en misschien word ik dat ook wel, maar dit is toch echt eigenlijk ook wel heel slecht. Je hoort er gewoon niks van. Wat? Ze doet ook helemaal niks op die piano eigenlijk. Dit is echt zo. Wat de heck? Wat was dit? Het enige dat ze letterlijk op die piano deed was een soort van golfbeweging maken en dat af en toe verplaatsen. Dat is echt gewoon het meest simpele dat je kan doen. Jullie zien het inderdaad goed. Dit is dezelfde vrouw als vanuit het vorige filmpje. Nou, ik ga het gewoon zien. Ik ben heel benieuwd. Holy damn! Wat? Ruim je tent nu op, ruim je tent. Waarom ook gewoon ruim je tent op? Zo van, ik ga een liedje schrijven en het gaat over het opruimen van je tent. Ze heeft wel plezier en dat zie je wel. Dit is wel echt een topvrouw eigenlijk. Ik weet niet waarom. Aan de ene kant is het heel gek om te zien, deze vrouw. Aan de andere kant is het echt gewoon een topmens. Weet je, gewoon scheid hebben en lekker zo'n videootje maken. Lekker pianootje spelen. Dat moet toch gewoon kunnen? Ik wil die vrouw ook gewoon niet zwart maken, nee. Laten we gewoon zeggen dat Monique van Noten een topvrouw is. En dat ik heb genoten van deze twee prachtige pianospellen. En gewoon hoe zij erbij zingt, gewoon grandioos mooi was. Waarom heeft dit bijna 4000 weergaven? Echt, hoe? De tutorial, hoe moet je skilleren, heeft zoveel weergaven. Ben ik toch wel benieuwd wat erin gaat gebeuren. Kijk, daar komt hij hoor. Zo! Oh, dit heb ik ook vroeger heel veel gedaan. Dat is wel echt een goede intro. Yo, die is echt heerlijk. Ja, goed zo, man. Moet je gewoon horen wat hij zegt. Hallo, ik had jullie even niet gezien. Ja, wat lekker. Welkom bij weer een nieuwe video van mijn YouTube-kanaal. Deze keer ga ik jullie laten zien hoe je de basistechniek van skileren moet doen. Oké.
doe alvast een duimpje omhoog. Like me en word abonnee. Ja, precies. Dat moeten jullie ook allemaal bij mijn video doen, jongens. Ik leg jullie niet uit hoe je moet skileren, maar je moet het wel doen. Deze keer gaan we de slagen oefenen. Als eerste, kijk je, ga je altijd recht op de skileren staan. Dus niet dat je zo gaat staan, of zo. Nee, recht. Ik kijk je naar voren. Kijk, ja, hij legt het wel goed uit. En dan ga je diep zitten. En dan het is gewoon letterlijk schaatsen, trouwens. Schuin. Dan ga je duwen, dus duwen. Wat top! Het is gewoon wel hoe het moet, weet je. Dat is het leuke. Ik vind het ook wel grappig dat dit zoveel weergave heeft. Ik weet niet waarom. Heeft wel iets. Wil jij weten hoe je moet skileren? Kijk deze vet goede tutorial van Jorm Jorren. Dit is toch niet echt. Nee, dit is voor mij zo fake als het maar kan. En anders dan ben je gewoon echt heel klunzig. Kom op. Zo moeilijk is het niet om met een fiets van een trap af te gaan hoor, Vincent. Even serieus. Het feit ook trouwens dat diegene die dit filmt al begint te lachen. Dat doet mij gewoon denken dat wij gewoon er allemaal zijn ingetuind met een hele fake video. Maar aan de andere kant, het ziet er ook wel heel ja, het zou ook zo heel goed kunnen dat hij gewoon zo klunzig is. Want die jongen die lacht ook eigenlijk op het moment dat het fout gaat. Ik vind het leuk dat Vincent viel. Dat ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus Vincent van de Trap was een leuke video. Dankjewel, Vincent. Hallo mensen, we zijn er met het kanaal van Brendan. Wakker, heb je even voor mij van Frans, maar we gaan lekker zingen voor jullie. Oh ja. Kijk, we zien jullie. Heb je even voor mij van Frans Bauer gaat die jongen zingen? Ik ben benieuwd. Let's go! Ja, ik voel hem gelijk al. Ja la la, ja la la. Dit is toch nu al geweldig? Kijk hem staan! Dit is ook gewoon zo'n heerlijk Nederlands nummer. Hier word je gewoon zo vrolijk van. Je moet gewoon met het nummer meezingen. Komt ie. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ja. Ik moet een shout-out gewoon doen naar dit jongetje. Ik word hier vrolijk van. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik moet hier gewoon meezingen. Ik vind het leuk dat dit jongetje dit heeft geüpload. Gewoon heerlijk, lekker, ongeïnteresseerd in wat andere mensen van je denken, dit uploaden. Daar moet ik toch wel respect voor hebben, dat je dit durft te uploaden ook. Shout-out naar hem hoor, want dit is gewoon heerlijk. Hier word ik gewoon toch echt vrolijk van. Ik blijf dat maar zeggen. Hallo, welkom bij een video van Gerards Filmpjes. Oké. Mijn naam is Gerard Cybersma. Jij kent mij vast wel. Of u kent mij vast wel. Zal je voor de meeste mensen even fatsoenlijk praten. Wat de heck is dit? Ik ga jullie vandaag leren hoe je lachen moet. Er zijn heel veel mensen op straat die altijd wat boos zijn. Ja. Niks aan. Wat de heck? Niks aan. Wat de heck? Voor mij is hij ook echt zo boers of zo. En dat bedoel ik niet verkeerd. Maar op de manier hoe hij praat en zo, heb ik het gevoel dat hij uit een dorp komt en niet uit de stad. Ja, sommige mensen die staan wel redelijk positief in het leven, maar lachen nooit. Nee. Of het is bijvoorbeeld zondagmiddag en je verveelt je. Misschien is het nu ook een zondag. Dat weet ik niet. Het is nu zaterdag, hier. Dus ja. Het is bij mij donderdag. Maar ik ga jullie vertellen hoe jullie moeten lachen. Oké. Okay. Dit is oefening 1. Oh, hij heeft spieren. Hij heeft oefeningen! Heel belangrijk. Wat? Ja, ik moet wel lachen. Je kan zien dat het werkt. De volgende is de... Ik moet heel erg wat? Lachen, maar niemand mag het horen. Nou, kom op. Dit is... Ze noemen het ook wel de astma-lach. Dat is wel waar trouwens. Dat is echt zo'n astma-lachje. Daar heeft die jongen gelijk in. Dat werkt dus ook. Oké. Okay. Ook al een lach. Dit... Wat denk? Dan heb je nog de... Ik moet wel lachen, maar ik moet het inhouden lach. Oh. Ja, echt, ja. Maar waarom doe ik dit nou? En dan heb nou? Je nog de overdreven lach. Oh. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over meer. Wat is dit? En dan heb je ook nog de lieve lach. Oh. Ja, echt hoor. Ja, wat de heck. Kijk hem ook zitten dan. Nog een lach. Oh. Ik denk net al een klein beetje. De neuslach. Ik ga ook niet alles nadoen, sorry hoor, maar... Kijk maar even op mijn website, gerotline.nl. Oh, hij heeft ook een website. Staan daar nog meer, daar staan de hele leuke video's. Oké. Zo ook deze. En kijk daar maar eens, dan moet je ook lachen.
Dit is... Dat is een stille lach. Dit is wel echt... Een levensgenieter. Ik weet niet waarom, maar ik heb echt het gevoel dat deze jongen gewoon heerlijk in het leven staat. Gewoon zulke onzin video's maakt en er scheid aan heeft wat mensen ervan denken. En dat is ook gewoon hoe het leven überhaupt is. Je moet af en toe scheid hebben aan dingen en gewoon doen wat je wil. En deze jongen maakt een tutorial hoe je moet lachen. Nou ja, weet je, het heeft mij geholpen. Ik moest lachen om die jongen. En ik heb ook gelachen. Dankjewel voor deze top tutorial. Echt waar. Ik heb genoten. Mede op grond van wetenschappelijk onderzoek adviseren steeds meer artsen, zoals KNO-artsen en allergologen, voor het reinigen van de neus en de neusbijholte gebruik te maken van de Nasofree neusdouche en DOS Medical nasaal spoelzout. Waar ga ik nou weer naar kijken? Wat is die afbeelding nou weer dan? Maar nee, waar ga ik? Wat is dit? Waarom stuurt iemand mij dit? Gewoon een medicijn ding of zo? Een... wat moet ik hiermee? Het is gewoon letterlijk, wanneer moet je het gebruiken? Gewoon met spoelzout of zo? En wat is dit dan? Mooie foto's. En dan hebben we hier... Oh! Een sachet in de Nasofree neusdouche. Oh, ik ga dat voordoen. Deze met lauw warm water. Oké. Schud de neusdouche een beetje heen en weer, waardoor het nasale spoelzout makkelijk oplost. Eén sachet is precies voldoende voor één spoelbeurt. Ik was zo... Buig iets voorover boven de wastafel. Plaats de Nasofree in het neusgat en knijp... Wat denk is dit? Nasaal spoelzout... Komt via het andere neusgat weer naar buiten. Dit ziet er toch zo stom uit. Een deel komt naar buiten via het neus. Wat de heck? Nog een keer? En zo spoel je om en om. Oh mijn hemeltje lief. Weet je, ik denk dat ik wel weer genoeg video's heb gezien. Koop hem ook, de Nasofree. Hashtag non-spon. Dit was echt zo'n random einde. Heb je genoten van deze video? Druk op blauw duimpje omhoog. Klik je nou dat we anders abonneren. Reageer ik op mijn merch. En dat doen we het allemaal. Dan ben ik jullie heel bedankt voor. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen!